Sponsorprintjes, ik ben Rick's op Gameplay en welkom bij een nieuwe aflevering van Rick en het Portaal. De vorige aflevering waren wij gebleven bij een teleportatiedolhof en ik had voor mijn gevoel alle mogelijke oplossingen geprobeerd en kwam nog steeds niet uit het dolhof. Maar toen opeens kreeg ik een legendarische ingeving. Misschien is er ergens nog één geheime combinatie die ik heb gemist. Wat dacht je van? Omhoog, links en als laatste, je gaat het nooit raden, nog een keer links. Echt, ik heb de hele dag al telefoontjes van de geheime dienst. Ik mag er niet te veel over zeggen, het is geheim en ik ben in dienst. Komt erop neer, ze zeggen: Rick, je bent de beste codekraker sinds onze vorige codekraker. En die was niet heel goed in codes kraken. Tutorial tijd! Poepzooi! Elke keer als er iets gaat gebeuren waarbij je moeite kunt hebben, verschijnt er een saveblok als dit. Als je tegenaan praat, kun je de game opslaan. Geen zorgen, je kunt ook gewoon tijdens het spel in het menu opslaan. Dit is zeker om te voorkomen dat de game breekt en er een hele update moet komen. Of niet? Yep. Hey, deze gamemaker snapt hoe mijn hoofd in elkaar zit. Wil je opslaan? Nee! Ik bepaal namelijk lekker zelf wanneer ik ga opslaan. En dat is nu. Super mega flauw. Oké, we gaan lekker verder naar waarschijnlijk een plek waar ik doodga. Oh, een hele lange gang. Waarschijnlijk mijn ondergang. Waar de fuck brengt dit me dan heen? Er klopt iets niet. En het is niet alleen mijn video die zoals altijd niet klopt. Wat probeer je daarmee te zeggen? Bardo? Is alles wel goed met je? Oh shit, dit wordt rennen. Oh kut, 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 oh kut. Zit hij nou vast? Hey! Doei nerd! Even niet in de gaten vallen. Epic win. Ik had helemaal die save game niet nodig. Holy shit. Nooit geweten dat Bardo kon rennen. Ach ja, voor alles een eerste keer. Leuk grappie, maar was dat Bardo wel? En waarom was hij hier? Ik kan maar beter verder gaan. Oké, gewoon lekker verder. Niks aan het handje. Hey! YOLO waterschap! Bäh! Ik ben zo blij je te zien. Kom er met mij mee. Yes! YOLO Waterschaap gaat met je mee. Een epische alliantie die voor jaren zal blijven bestaan. We lopen lekker verder. Eens even kijken wat hier allemaal te doen is. Ik voel me opeens raar. Eigenlijk voel ik me altijd raar. Dacht ik, noem het even op. Oh, we worden weer alle kanten op geteleporteerd. Zoals altijd. En we worden achtervolgd. Oké, dit is een hele andere plek. Oh shit, een bos. Daar zijn de meeste contrapers. Kijk maar naar Slenderman. We kunnen maar beter verder gaan. Maar eerst... Die stronk stonk. Nu je zin... Wat? Geen idee waarom hier zoveel bomen zijn. Is het nog we in een bos zijn? Ja, natuurlijk wel. Oh, we kunnen weer met heel veel voorwerpen gaan praten. Oké dan. Ik moet zeker tegen alles aanpraten. Of niet? Blijkbaar. Voordat er iemand gaat zeuren... Die steen lijkt op een teen. Ben je wel goed bij je teen, steen? Kut woordgrap met een steen? Check. Oké. Ik wil ook gewoon niet meer met voorwerpen gaan praten. Misschien deze dan. Zo, die boom is kapot. Ja, dat had ik ook door, ja. Help! Iemand schreeuwt om hulp. Oh, echt. Had ik echt totaal niet door. Super handig. Goudstaaf gevonden. Hartstikke fijn. Hier ergens in de verte heeft iemand mijn legendarische hulp nodig. Eens even kijken. Is dat hier? Of is dat rechts gewoon? Wat is hier aan het handje? Nog een stronk. Een stonk stronk. Oh, daar is iets. Ja, wacht, ik ga even gaan opslaan. Wat is hier aan de hand, beste man? Help! Die man met vleugels is in gevaar. Oh, heeft hij vleugels? Ik zou hem misschien kunnen helpen. Maar hoe? Wat zal ik doen? Sla de schorpioen. Je kunt niks doen, ren weg. Minecraft zwaard op zijn bakkes. Ik ga toch voor sla de schorpioen. Misschien kan ik met hem vechten. Ik ben en blijf de heilige slang. YOLO! Kom maar, fucking bitch. Ik verblind je met mijn sexy vuisten. Kut! Dat is een game over. Kijk, gewoon eventjes heel tactisch de game opgeslagen. En mijn sexy vuisten zijn niet genoeg om het kwaad te verslaan. Misschien is er een andere, handigere aanpak. Help! Bla 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 bla. Scorpioen, niet nice. Oh nee, nee, deed meer. Oh, oei, oei, oei. Wanneer je heel snel de tekst wil skippen en gewoon heel vaak op doorspoelen drukt. En dan, ja, gewoon nog een keer game over gaat. Ik weet niet of er een game over teller is, maar die maakt overuren momenteel. Game overuren. Nou is de vraag, is het wegrennen of Minecraft zwaard? Nou lijkt
Minecraft zwaard me logischer dan wegrennen? Wacht, ik heb dat Minecraft zwaard dat ik in de kerker heb gevonden nog. Ja, ik speel Minecraft, biatch! Heel erg bedankt, vreemdeling. Graag gedaan, vleugelman meneertje. Let op mijn woorden, ik zal dit onthouden. Dankjewel, dat is lief, dat is lief, dat is lief. Weer een nieuw vriendje, / vriendinnetje gemaakt. Misschien is vraagteken wel een vrouw. Laten we geen genders assumeren in deze video. Oké, we lopen lekker door. Geen idee waar we heen gaan momenteel. Heilige slang? Wat? Jij bent Rick, de heilige slang. Wat doe jij hier? Nou, ik houd eigenlijk niet van samenvatten, maar... Een korte uitleg later. Ik snap het. Je moet snel naar koning Herbert. Ik zal je begeleiden. Yay. Een wachter gaat met je mee. Dankjewel, één wachter. Dit dorp heeft maar één wachter. Als hij weg zou gaan, dan zouden monsters ons zo kunnen verscheuren. Je bedoelt deze wachter? Kut. Prachtig. Eén tomaat. Leuk feitje over tomaten. Het zijn net hele grote druiven die niet naar druif smaken. Dit feitje had ik kunnen verzinnen. Daniel? Oh nee, toch weer een normale aardappel. Oké dan, wie hebben we hier? Samen met mijn beste vriend zijn wij de boeren van dit dorp en een heel groot deel van Serpentia. Zzz. Lig je nu te slapen? Je bent best saai. Kijk, lekker direct. Geld! Oh, zit hier overal geld in? Zit hier geld in? Nee. Zit hier geld in? Nee. Zit hier geld in? Zit hier geld in? Zal ik weer een flauw Minecraft grapje maken? Ja, maar natuurlijk! Brood maak je van wiet! Speel op mijn texture pack! Ik had ook een texture pack waar wiet was. Hilarisch. Oké. Voor de rest nog iets te doen in dit mooie dorpje. Behalve hun wachters spelen. Jur wist vroeger wel wat hij hier met al het eten mee kon doen. Maar nu is hij dun. En ik niet. Erg tragisch. Oh, er is wel nog helemaal een trap omhoog. We kunnen daar ook even gluren. Wat is hier allemaal te doen? Ik weet zelf niet eens waarom die kippen alleen altijd hier binnen willen eten. Ze eten zeker als een kip zonder kop. Wacht, waar is mijn slecht opgeplakte swagbril heen? Je weet dat kippen zonder kop niet kunnen eten, hè? Ik studeer scheikunde, geen kippenkunde. Dat is zeker waar. Pok! Oké, hier is voor de rest helemaal niks te doen. Laten we even verder gaan met de game in plaats van onze tijd verspillen aan willekeurige gesprekken met tomaten en of kippen. Of laten we nog meer willekeurige gesprekken hebben, want ja, er zit toch tijd en moeite in. Hier staat koeienwei. Het lijken meer op hele lelijke tapiers, maar oké. Hier staat groente. Dat is geen hele grote boerderij trouwens, moet ik even zeggen. Wat is hier voor moois te doen? Ben jij de heilige slang? Nee? Leugenaar! Nou. Ja, ik ben zwart en woon samen met een man. Who gives a fuck? Ik niet. Ja, kijker, je dacht dat ik weer een grap ging maken, maar nee. Je kan ook heel serieus zijn. Bedankt, man. Dat betekent veel voor vaginamand. Sorry, maakt niet uit. Hij is ook gewoon mijn bullshit gewend. Allemaal spul. Waar zijn de Harry Potter boeken? Dat is gewoon Harry Potteristisch. Helemaal mee eens. Ik ga het niet doen. Ik ga het niet doen. Want ik heb drank en drugs. Kutzooi, ik deed het toch. Meer borden. Kijk eens aan. Prachtig huisje dit. Fijn dat je hier een bezoekje hebt mogen hebben. Hier is nog een huisje. Echt, als je overal heen wil gaan, dat slokt best veel van je tijd op. Beste man, ik verveel me. Kijk dan, Serpent Gameplay. Geprobeerd, ik ben nu blind aan één oog. Nou, dat valt me best wel mee. Appelen gevonden. Netjes, dit lijkt op mijn oude bed. Dit is ook een kutbed. Prachtig. Ze hebben alleen maar een fornuis. Hoe maak je hier dan eten? Ach, ik zou het niet weten. Mijn vriendin doet dat altijd voor me. Oké dan. Nu kunnen we daadwerkelijk verder uit dit dorp. Woehoe, victorieus. Oh, nee, er is nog een huisje, sorry. Moet even naar binnen glippen. Ik zie helemaal geen bed. Waar slapen jullie? Op de tafel. Maar, geen vragen stellen. Ik kan best. Hallo. Hoe gaat het? Negeer je me? Bitch. Wow. Te veel girls, te weinig playboy. Te veel playboy, te weinig girls. Je moet de perfecte balans zien te vinden. Ik kan een grap maken over drank zonder drank en drugs. Nee, natuurlijk niet. Zo'n hoog niveau van commentaar geven heb ik niet. Wow. Ik voel me weer eventjes persoonlijk beledigd, zoals het hoort. We lopen lekker verder. Deze keer lopen we echt verder. Eerst met deze grappie praten. Dit dorp is een van de enige dorpen die heel dicht bij het kasteel van de koning ligt. Like I give a fuck. Hele lieve dialoog. Ik zag ooit een video van iemand die tijdens zijn fanmail de helium uit een ballon opzoog en een heel raar stemmetje kreeg. Je hebt een heliumballon. Dit soort items zijn overal te vinden. Je moet dus zoveel mogelijk onderzoeken.
Dan gaan we lekker het verboden bos in. Laat ik even iets gaan opslaan. Ik zie wel mijn hele team. Ziet er goed uit, ziet er goed uit. Hier staat kasteel naar het noorden. Hé, hey, dat zal wel bovenaan mijn scherm zijn. Is hier nog iets te doen? Rick, we hebben geen tijd voor omweggetjes. Oké, dan wachterman. Nou, dan gaan we lekker niet die kant op. Ook dikke prima. Is dit het kasteel? Denk het wel. Ja hoor. Koning Herbert kan best een bitch zijn. Vorige week wilde hij per se koffie in plaats van thee. Dit is hoe mijn vriendin soms ook reageert als ik om seks vraag. Wil ze dan koffie in plaats van seks? Snap ik wel. We moeten heel hard werken van de koning. Mijn zus heeft geluk dat ze in het kasteel van Sir Alphal werkt. Zij kan tenminste naar iets lekkers kijken. Ah shit, nu zit ik in een meidengesprek. Niks mis mee. Ah. Een oven die net aan heeft gestaan. Wee? Wat is dit? Je hebt vuur gekregen. Ah kut, ik brand mijn sexy jongenshandjes. Oh, zeg, speelt het afwas? Voor mij speelt het afwas. Afwas. Afwas, afwas. Yes. Yes. Nu ben ik een cheerleader. A-F-W-A-S. Afwas. 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 Man. Vrouw. Lul. Wat is dit? Kut. Balzak. Schaamlip. Boxer. Panty. Erg mannelijk. Erg vrouwelijk. Ik dus. Voor mij is dat boven de koning. Dus laten we eerst even met alle andere mensen praten. Hier staat eetzaal. Dat merk ik, ja. Ik ben een feminist. Het is oneerlijk dat mannen meer betaald krijgen dan vrouwen. Als je zo graag een hoog salaris wilt, waarom ben je dan een werkster? De maatschappij heeft me deze baan opgedrongen. Heil Emma Watson. Duidelijk, duidelijk. Hier is nog een kistje. 35 euro gevonden. Was het leven maar zo makkelijk. We kunnen even naar rechts. Er is niks te doen. Nee, gewoon een heleboel tafels. Wel een piano, orgelding. Ik kan wel piano spelen. Geef me maar een radio. Hiermee kan ik best wel een fotomodel mee worden. Dit lijkt me erg zwaar. Net als mijn balzak. Wow, dit is zelfs voor Serpent gameplay te erg. Heftig. Eigenlijk niet. Yo, koning. Wachten. Daar is de koning. Er is nog tijd. Wil je nog even rondkijken? Nee. We gaan ervoor. Rick. Het is goed je weer te zien. Het is goed dat deze wachter met je meeging om je weg te wijzen. Het was niets, heer. Ik neem aan dat je het dorp dat jij moet beschermen hebt achtergelaten met andere wachters. Kut, het dorp! Nu, Rick. Wat kom je precies doen? Rick vertelt het verhaal aan koning Herbert. Rick, ik ben bang dat je als je vrienden echt in de teleportatiewereld waren, ze nu al lang weg zullen zijn. Maar wie kan ze hebben ontvoerd? Zou dat spook zijn wat mij ook lastig aan het vallen was? Misschien, maar die spoken kunnen nooit veel zelf doen. Daar zijn ze niet sterk genoeg voor. Als iemand je vrienden daar naartoe had gestuurd, dan moet hij of zij net zo sterk zijn als die heks waar je over vertelde. Fuck, ik moet ze wel helpen. Wat moet ik nu? Het lijkt me het beste als we eerst de plek van je vrienden gaan vaststellen. Auw, auw, kun je even komen? Hier ben ik, heer. Auw, lang niet gezien. Ah, heb je me gemist, Rick? Eigenlijk niet zo erg, bitch. Kutslang die je bent. Auw. Kun je de locatie van Bardo en Isaac vinden? Geen probleem, heer. Wakka wakka wauw. En? Ik heb ze wel gevonden, maar... Wat? Ik zie dat er nog twee andere personen bij hen zijn. Het levende skelet en... En wie, auw? En... Jordi. Dam, dam, dam. Jordi! Dus Jordi heeft Bardo en Isaac. Wordt vervolgd. Hoofdstuk 1 is voltooid. Wil je opstaan en naar hoofdstuk 2 gaan? Wat als ik nee zeg? Ga ik dan niet naar hoofdstuk 2? Waarschijnlijk alsnog. Ja, ik wil opstaan deze keer. Vooruit dan maar. Dus, Rick is ontsnapt. Helaas wel. Ach, zoveel maakt het ook weer niet uit. We kunnen hem makkelijk weer gevangen nemen en ons plan voor zijn ogen uitvoeren. Denk je echt dat we hem kunnen vragen met hulp van deze imbecielen? Vangen, sorry. Vangen met hulp van deze imbecielen. Ja, ik denk het wel, want ik heb al een ideetje. Hoofdstuk 2. Een moeilijke keuze. Auw, zeg dat Bardo en anderen ergens op het eiland hier dichtbij zijn. Ik weet zeker dat je een ander bospad hebt gezien toen je hierheen ging. Via dat pad kom je bij de haven. Ga erheen met Auw. Zij kan je wel helpen de weg te vinden. Mijn team wordt maar groter en groter. Jolo Waterschaap en Auw gaan met je mee. Nou. Laat hem eventjes doorgaan. Als ik nu stop, heb ik in deze aflevering echt een paar meter afgelegd. Omdat ik net met dingen aan het praten was. We kunnen wel iets langer door. Gaan we lekker naar links toe.
Wat is hier allemaal voor moois te doen? Ik begin het zat te worden tegen fucking stenen te praten. Sorry Rick, maar je moet, het staat in het script. Fucking poep in de soep. Nee, ik weiger te praten. Je doet het nu toch? Fuck. Episch. Eens even kijken. Dit tentje, yes! Is dat nou de quizmaster? Helemaal prima. Allemaal quizboeken. Hier haalt die gast zijn vragen dus vandaan. Maar dit boek hier is niet helemaal up-to-date. Er staat het verkeerde aantal afleveringen van mijn map van een kijkerserie in. Allemaal vragen over YouTubers en over hoe cool ze zijn. Ik sta er niet in. Haha, tuurlijk niet. Gegroet reiziger! Ik ben de grote geweldige quizman! Ik heb de moeilijkste quizjes die er zijn. Wil je een quiz spelen? Ik wil het proberen. Dan beginnen we nu! Welkom bij de quiz! De regels zijn simpel. Ik stel vragen en jij gaat ze beantwoorden. Als je een vraag fout hebt, verlies je. In dat geval moet je opnieuw met mij praten. Laten we beginnen! Vraag 1. Waar is Rick voor de allereerste keer met mij, de quizman, in contact gekomen? Jezus! In deze game? Of het dorp onder de kerker? Dat was in de allereerste keer was in de vorige game, dus die niet. Hij zat ook niet in mijn huis, dus het is of Peach's kasteel of in een tent. Laten we gaan voor in een tent. Fout. Probeer het later nog eens. Ja, het enige jammer dus aan die quizmaster is, iedere keer als je verliest, dan moet je weer het hele gesprek opnieuw doen. Dat is super irritant. Dan snap ik dat er een soort van straf moet zijn als je het fout hebt. Pak gewoon mijn geld af of zo, want het is heel irritant. Als je zeg maar, halverwege de quiz een vaag fout hebt en dan de hele quiz opnieuw moet doen. Het kost gewoon heel veel tijd. Of ik moet er gewoon niet gaan knippen. Ik denk dan Peach's kasteel. Dat is goed. Yay. Volgende vraag. Wat is de naam van de vijand die bekend staat als het levende skelet? Of skeletman? Jordi? Nee. Skeletman? Nee, Sir Alphel sowieso niet. Sowieso of skeletman of dat is niet bekend. Maar voor mij is de naam vraagteken, vraagteken, vraagteken. Dus dan is dat niet bekend. Zie ik zo. Volgende vraag. Welk van de volgende namen is geen Pokémon? Oh jezus, ik ken sowieso Flareon. Dat is zeg maar die Eevee Evolution van de voer. Drudigon is sowieso een Pokémon. Dus het gaat tegen Vulcanion en Epsilon. Epsilon is een Griekse letter. Maar ja, dat betekent niet meteen dat ze daar geen Pokémon daarna vernoemen. Maar... Dus, Vulcanion zie ik nu wel gebeuren, want ze echt gewoon geen inspiratie hebben. Epsilon is te lijp. Heyo! Ik ben wel benieuwd hoe Vulcanion eruit ziet. Dat is, wat is 9 plus 11? 10, sorry. 9 plus 10 is 19. Ik zou echt boos geworden zijn als ik een fout heb en dat het een trollvraag is. Hier is je prijs, je hebt een moordwapen. Waarom geef je dit aan mij? Ga gewoon met dat bewijsstuk, ik bedoel de prijs, naar het eind van het spel voor een speciale eindprijs. Kom dan maar eens terug voor een nieuwe quiz. Dankjewel, was een goede quiz. Dankjewel, makker. Episch en prachtig. Hier staat het enige huis in het hele kleine dorpje. Dit dorp is inderdaad, niet met een T, best klein. Net zo klein als je penis zeker. Gadverdamme, ouw, niet zulke grappen maken. Er zijn kinderen bij. Helemaal niet. Ik ben er toch. Zeker waar, zeker waar. Wat is hier voor moois te doen? Geld! Had ik dat maar. Kan ik hier naar binnen? Kan ik hier op een manier naar binnen sneaken? Een boek voor als je slim bent. En nee, ik ga niet die ene grap maken dat ik niet slim ben. Alweer. Wat mijn commentaartalent moet toch een keer ophouden. Welk talent? Ah, je bent echt een bitch in dit spel. Vierde muur. Sorry. Ah, dat is weer hetzelfde verhaal natuurlijk. Andere boekenkast. Ik heb geen tekst voor dit voorwerp, dus doe jij maar iets zeggen. Oké, nou, enige huisje van het hele dorp, dus dat schiet lekker op. Heb je nog een standbeeld? Dit is een heel lelijk standbeeld. Het is zo lelijk dat ik spontaan gewoon al mijn kinderen dood wil maken. En dat terwijl ik geen kinderen heb. Zo lelijk is dit standbeeld. Rick, dit soort standbeelden staan overal in Serpentia. Elk standbeeld stelt een beschermster van de koning voor. Dus, de beschermster wat dit beeld voor moet stellen, ben ik. Ja, dat zeg ik. Het is een heel lelijk standbeeld. Fuck jou. Oké, dan. We lopen lekker door. Wat zijn we aan het doen eigenlijk momenteel? Is er nog moneygeld in? Deze ton gemaakt van professor Oak. Als in eikenhout. Ahoy, garnaal. Robert, wat doe jij hier? Ik ben scheepsmaat op dit schip. Ik zal je vergezellen op je reis. We zitten met Sir Awful en Samuel. Die zijn bezig met andere zaken ofzo. Maar we hebben die zeekomkommers niet nodig. Weet je zeker dat je ze noemt... Weet je hoe je ze noemt als je ze gisteren zag?
Kwam, kwammers! Bitch, ik doe een stand-up comedy! Nou ja, hoe dan ook, je moet je melden bij de havenmeester. Hij zal je inschrijven voor de reis. Je kunt hem in het kleine huisje hier verderop vinden. Laten we dat nog even gauw doen, als ik heb jeuk aan mijn neus. Einde van deze aflevering. Ah! Ah, mijn bezweten voorhoofd. Niet normaal. Even kijken. Oh, hier zit dus ook de havenmeester, maar die was er net nog niet. Oké, makes sense. Hallo, havenmeester. Ahoy, maatjes. Wat kan ik voor jullie doen? We hebben een opdracht van de koning en moeten met het schip dat nu in de haven ligt weg. Ah, natuurlijk. Beschermster Ao en de heilige slang. Yep, dat zijn wij. Ben jij de heilige slang? Inderdaad, met een T. Je lijkt me niet echt, hoe zeg je dat? Slangerig? Wat bedoel je daarmee? Rick, zullen we gewoon gaan? Wil je zeggen dat ik een kleine pik heb? Jij zegt het, niet ik. Kom, we gaan. Best. Ik moet zeggen dat de enige grapjes in de game misschien lichtelijk puberaal zijn, maar hey, ik kan niet klagen, ik geniet, stilletjes. Ahoy, garnaal, ben je klaar om te gaan? Jazeker, laten we gaan, Robert, we moeten Barnum en Isaac redden. Robert, kun je wat vertellen over het eiland waar we heen gaan? Nou, ik ben zelf nooit in dit gebied geweest, maar mijn kapitein wel. Baas, de garnaal wat weten over het eiland. Ahoy, Mr. Robert, ik zal het verhaal vertellen. Ik zal het net zo goed vertellen als een baby-aap goed op zijn moeders tepels kan zuigen. Dat is wel heel goed, of niet? Wacht, is de havenmeester ook de kapitein? Waar heb je het over, Rick? Ik ben de havenmeester niet. Ik lijk niet eens op hem. Wacht, wat? Ik ben geen baard, de zeeman. Geen baard is de beste zeeman uit heel Serpentia. Ik heb zoveel zeeën bedwongen. Bedwongen als een mossel die een parel bedwingt. Hij houdt alleen wel veel van beeldspraak. Maar jij bent toch echt de havenmeester? Dat weet ik heel erg zeker. Ben je dat net zo zeker als een wiskundedocent zeker weet dat 2.2 geen vis is? Ik erger me nu al aan jouw beeldspraak. Rick, kapitein geen baard is een groot man, dus toon een beetje respect. Het maakt niet uit, Robert. Goed, laten we naar binnen gaan voor het verhaal. Lieve mensen, ik bedank jullie voor het kijken van deze aflevering. Van Rick en de heilige portaalslang bullshit. Volgende aflevering, meer hiervan, als je nog durft. Dank je voor het kijken, tot de volgende aflevering. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Dan naar de volgende aflevering. Doei!